Rails Wine & Mentories aflevering 72. Afgelopen zondag, moederdag, wilde ik een wijn drinken die ik had gezien op de Facebook fanpage van De Wijnkring. De Wijnkring is een samenwerkingsverband van ongeveer 100 zelfstandige slijterijen en wijnspeciaalzaken verspreid over heel Nederland. Deze samenwerking is een initiatief van een van de oudste wijnimporteurs van Nederland, Verbund Wijnkopers uit Tilburg, opgericht in 1844. Zoals de flesvorm al doet vermoeden, betreft het een mousserende wijn en wel een zeer bijzondere. Het is een demi-sec sparkling Muscat Otonel van Gomila Vineyards uit Slovenië. Wederom Slovenië dus. In aflevering 69 kwam de heerlijke witte wijn van Puklavec & Friends al voor. En als we goed gaan kijken zien we die naam ook in kleine lettertjes op het etiket. Gomila Winery is een speciale serie wijnen van Puklavec. Voor uitgebreide info over het bedrijf en het wijngebied verwijs ik u graag naar aflevering 69... ons best bekeken filmpje tot nu toe. Want nu wil ik de focus leggen op de interessante druivensoort waar deze heerlijke sparkling van gemaakt wordt, de Muscat Otonel. Er zijn meerdere soorten Muscat druiven, Muscat Otonel is daar één van. Verder zijn onder andere bekende Muscat Alexandrie en een Muscat Blanc à Petit Grain. Welke Muscat het ook is, Muscat in het algemeen heeft mij vanaf mijn eerste kennismaking met een wijn ervan geïntrigeerd. Ik weet nog goed, het was in de Elzas, heel lang geleden op het rasje in Riquier. Enorm geparfumeerde, fruitig, maar vooral ook kruidige geur had de wijn. Beetje tussen gewürztraminer en Pinot Gris in. Zoiets had ik destijds nog niet eerder geproefd. Onvergetelijk, heerlijk in combinatie met de plaatselijke specialiteit Flammenkuchen. Het was een dril van Muscat wel te verstaan. Want dat vond ik en vind ik nog steeds misschien wel het meest intrigerende aan de druif, dat je zoveel verschillende type wijnen van kan maken. Zo'n droge Muscat dus, waarvan ik er ook verschillende uit Australië heb geproefd. Maar ook hele frisse, lichte, zoete wijnen, al dan niet mousserend, zoals Moscato d'Asti en Asti Spumante. Ook behoorlijk zware, zoete dessertwijnen als Moscatel de Stubal uit Portugal of Muscat de Bome de Venise uit het zuiden van Frankrijk. Welk type je ook drinkt, in elk van de wijnen is de smaak van de Muscat-druif zelf zo duidelijk te proeven. Alsof je in een tros knisperende Muscat-druiven bijt. Er wordt geschreven dat Muscat de oudste druivensoort ter wereld is. Waarschijnlijk als eerste bekend uit Griekenland, maar ook de hoofdstad van Oman, Muscat, zou iets met de druif te maken hebben. Wie het zeker weet mag het zeggen. Terug naar de sparkling Muscat van Gomila. In de moederdagadvertentie van de Wijnkring stond de fles afgebeeld met verse aardbeien. Wel ook maar gedaan, maar natuurlijk eerst de wijn zelf geproefd. Ze is echt een aanrader, tintel fris, heel duidelijk de muskaat-eigenschappen en niet te zoet. Even checken op wijnkring.nl of uw plaatselijke wijnspeciaalzaak de wijn op voorraad heeft. Want elk lid van de Wijnkring is helemaal zelfstandig en beslist zelf welke wijnen die in het assortiment opneemt. Bedankt voor het kijken. De volgende wijnmentor gaat over een wijn uit Limoux, Zuid-Frankrijk.